Hij heeft rug nummer 21, maar sinds september, sinds de uitwedstrijd tegen Dipro, is hij eerste keeper. En Waterman is daar tevreden over. Nee, het gaat prima. We staan bovenaan. Ja, maar met jezelf ook? Ja, ook dat. Je bent onderdeel van het team. Dus als wij bovenaan staan, dan draag ik daar mijn steentje in bij. Had jij toen je ergens in september zeg maar je eerste officiële wedstrijd tegen Dieppe speelde, gedacht dat dit nu zo het vervolg zou zijn? Nou ja, kijk, je weet begin van het seizoen dat je in ieder geval bij PSV voor de prijs speelt. En op het moment dat ik erin kom, had ik niet het idee dat ik er na één of twee wedstrijden gelijk weer uit zou zijn. Want ja, de trainer had gezegd dat je in ieder geval een paar wedstrijden de kans geeft. En ja, kijk, dat we nu zo goed draaien, dat zat er wel aan te komen. Een keeper met veel overtuiging, die bovendien ook nog regelmatig de nul houdt. Afgelopen zaterdag lukte dat niet tegen ADO Den Haag. Toen moest hij bij een stand van 4-0 een tegendoelpunt incasseren. Ja, dat was zwaar balen. Ja. Zeker zo eentje waar je eigenlijk op zich nog wel alles eraan doet om de nul te houden. En dat hij er dan zo in gaat. Dat was wel even balen. Daar hebben we nog wel even ook over nagesproken. Maar ja, daar kan je vrij weinig aan doen. Nee, uiteindelijk is die score dan zo positief. Wat zei de trainer van 6-0 staat altijd lekkerder. Ja, dat sowieso. Je houdt het liefst de nul. En daarom zeg ik dat dit ene doelpuntje was nog wel even balen. Wat verwacht jij voor een wedstrijd morgen? Wij moeten winnen. En hun komen hier naartoe denk ik om niet te verliezen. Dus ik denk dat het een beetje dezelfde wedstrijd wordt als bij hun uit. Dat ze veel zullen inzakken en weinig zullen voetballen en wij het spel moeten maken. Zijn dat moeilijke wedstrijden voor een keeper waarop je alert moet zijn op die paar momenten misschien? Ja, maar dat is bij PSV bijna elke wedstrijd wel zo. Dat je niet heel veel te doen krijgt. En die paar momenten dat je er moet staan, moet je er staan. Dus dat is niet echt een verschil met de rest van de wedstrijden. Terug naar de wedstrijd tegen Dnipropetrovsk. Als Waterman met zijn ploeg moet winnen. En verhalen over weggeven, dat doet hij niet aan. Ja, ik hou me niet zo bezig met verhalen van buitenaf. Het is aan de trainer wat hij doet, wie hij opstelt en dat team wat er staat, dat wil winnen. Als je een wedstrijd ingaat om te verliezen, dan kan je net zo goed niet gaan spelen. En ik denk iedereen die voetbal wil winnen. Dus het team dat hij het veld instuurt, dat zal voor de winst gaan. Het is de mentaliteit van een topsporter. Alleen plek 1 telt.